Patty, we hebben vandaag drie fantastische shows hier. Waar doen jullie dat eigenlijk voor? Voor de WK, om naar Polen te gaan. Volgende maand, 9 december. Championship Modern Jazz Dance. Oké, en wat gaan jullie daar doen? Met welke groepen gaan jullie daarheen? We gaan heen met junioren, dat is heel leuk. Voor het eerst gaan we echt met jongeren ook heen. Vanaf 12 jaar. En met een groep adults, waar we vorig jaar al naar Duitsland zijn geweest bij de EK in Dresden. Ik hoor dat jullie ook bij deze shows geld in willen samelen. Waarvoor is dat dan? De reis. De reis ernaartoe met twee buschauffeurs. Het is 18 uur reizen, 18 uur terug. De overnachting, het hotel, diner, het eten, wedstrijdgeld. Noem het maar op. We hebben echt sponsors nodig. Voor al die dansers die Nederland vertegenwoordigen op de championship, de WK. En vandaag hebben jullie een show waar jullie kaartjes voor verkopen. Ik neem aan dat die opbrengsten erheen gaan, maar wat doen jullie dan nog meer? We hebben een loterij opgezet. Het is echt heel erg leuk. Mooie sponsoren, echt mooie donaties. Heesy Hair doet mee, Hunke Muller doet mee, Meester Juffen doet mee. Een mooie hoofdprijs ook. Dat is een overnachting van de Valk in Akersloot. Nou, dat is toch geweldig. Dat de ondernemers allemaal zo enthousiast meedenken en bereid zijn om een bijdrage te leveren. En ik hoorde dat er ook iets bijzonders aan deze shows is. Het zijn niet alleen maar choreografieën die de leerlingen in de les hebben geleerd. Nee, de benefiet nu, de leerlingen zelf hebben eigen stukken gemaakt. Dus trainingen hebben ze met elkaar afgesproken. Muziek zelf uitgekozen, de kleding zelf uitgekozen. Dus het is eigen werk wat we vanavond tijdens de benefiet laten zien. Ja, dat klopt. Ik ben heel benieuwd hoe jullie hebben voorbereid naar het WK naar Polen te gaan. Heel hard trainen, dat als eerste. Het was, dat we het hoorden, echt ja, spannend. Dat je denkt, oh, wat een avontuur, wat gaan we doen? En inderdaad meteen al voor jezelf, oh, dan moet ik gaan stretchen. Dan moet ik mijn kracht gaan trainen, alles wat erbij komt kijken. Dus meteen inderdaad volop aan de bak. Volop aan de bak, oké. Okay. Waar moet ik aan denken? WK, Polen, jazz dance, modern. Nou ja, doen alle landen uit de wereld doen mee. En die komen helemaal naar Polen. Echt, het is volgens mij met de grens van Rusland. Dus het is echt heel ver weg voor ons. En ja, er komen mensen uit alle landen en uithoeken die komen daar strijden. En wij zijn daar één van. Maak jullie kans? Moeilijk. We hebben een keer het EK meegedaan. Daar gingen we ook heen voor een ervaringen. Gewoon eens kijken en toen inderdaad gezien, joh, wat een hoog niveau. En toen is dus inderdaad nu voor dit WK echt gezegd, oké, we gaan er niet meer heen voor een ervaring. We gaan erheen om echt goed te scoren. Dus ja, nu inderdaad nog veel harder trainen dan voorheen. Inderdaad echt gaan voor een goede kans om ook hoog te eindigen. Absoluut. Klinkt goed. En kan iedereen eraan meedoen, WK? Nee, we zijn lid van een bond en daar hebben we genoeg punten mee verdiend om mee te mogen doen aan het WK. Dus wij zijn een van de weinigen die Nederland mogen vertegenwoordigen. Dus we zijn er heel erg trots op. Zijn jullie er klaar voor? Nog niet, maar dat komt helemaal goed. We hebben nog een paar weken, dus heel hard trainen nog en dan gaan we ervoor. En hoe vond u de voorstelling? Ik vond het fantastisch, zoals eigenlijk altijd. Want ik kom eigenlijk altijd kijken en nou, ik ben altijd enthousiast. En de meiden zijn allemaal zo blij en zo spontaan. En je ziet de vrolijkheid ervan afstralen. Nou, dan word je als oma, als je eigen kleinkind meedanst, word je daar gewoon helemaal blij van natuurlijk, hè. Nou, en gaat zij ook mee naar de WK in Polen? Ja, daar gaat ze ook mee naartoe. En dat is natuurlijk voor haar een hele belevenis. Ze is natuurlijk nog wel jong, ze is 12. Maar dat ze mee mag, dat vindt ze gewoon geweldig. En nou ja, ze heeft er ook echt naar uitgekeken. En zijn alle stoelen verkocht voor vanavond? Ja, het is helemaal vol. We hebben gewoon 3 shows gegeven. En alle 3 gewoon volle bak. Geweldig. Genieten de mensen een beetje? Ja, ik loop tussendoor, loop ik dus in de pauze en na de show en voor de show spreek ik de mensen ook. En die zijn echt laaiend enthousiast. En dat doet me zoveel goed, want hier zit heel veel tijd in. Dat beseffen mensen misschien niet, maar dat doet Shander en mij echt heel veel goed. Dat is al een beetje een voorgeneraal om naar de WK toe te gaan. Daar krijg ik ontzettend veel energie van. Heel erg leuk, ja.